Deze week maken we een rondje binnenstad. Beginnend bij het gebied rondom het Best Western Hotel. De kademuur is volledig gerestaureerd. Was er in de voorbereiding nog sprake van een extra gebouw voor het hotel? Wegens de economische crisis heeft men het gehouden op een grasveld. Na de verbouwing van de CNA Blokker, Hema en Passage is ook Luigi Lucardi aan het verbouwen. De sieradenwinkel gaat op 11 oktober weer open. De Tiendewegbrug wordt binnenkort vervangen. Voor het gemotoriseerde verkeer komt er een brug tegenover het paradijs naar de Blekersingel. De brug tegenover Kleine Amerika wordt tijdelijk geplaatst voor voetgangers. Meer bruggen in de binnenstad worden mogelijk vervangen. Het bruggetje tussen de Zeugstraat en de Stoofsteeg. En de brug op de kruising van de Tiendeweg en de Zeugstraat. De wens van de winkeliers voor deze brug is dat het ook echt eruit gaat zien als een brug. Het Raoul Wallenberg-plantsoen is onlangs opgeknapt. Het parkje bij het Joodse poortje hoeft alleen nog voorzien te worden van beplanting.